Welkom bij 023 Voetbal, waarin we eens even lekker gaan praten over voetbal. Heren, wat hebben jullie allemaal voor moois te vertellen? Martijn Prinsen van VI Haarlem, Henny Rukert, voetbaltrainer Koninklijke HFC en radiopresentator van Radio Zandvoort. Wat hebben jullie voor leuks meegemaakt? Wat hebben jullie voor leuks te melden? Wat is leuk in de regio? Lillipalli. Ja, wat een ongelooflijk talent. Ja, dat is echt leuk. Telstar. De pannen van de dag spelen tijdens de Azië Cup, noem je dat geloof ik. Ja. Ja, goed, je ziet het. Hij mocht weken weg, hè? Ja. En hij had daar multimiljonair kunnen worden. En dan kiest hij voor Cambuur. Ja. Ja, dat is gewoon denk ik een keuze gericht op de toekomst. Ja. Ik bedoel, hier kan je natuurlijk veel meer stappen maken. Heb je veel meer zekerheid. Je hoort natuurlijk nog wel eens vreemde verhalen uit die hoeken. Mm-hmm. Ja, ik vind het leuk. Hij is goed, hè? Ja, hij is zeker goed. Ja. Miljonair worden in korte tijd is natuurlijk ook meegenomen. Maar ja. De Cambuur misschien toch wel sinds even voetbal oktober, is. Denk het wel. Sinds oktober hadden ze niet meer gewonnen. En nu gaat het opeens lekker. Ja. Zou dat aan hem liggen? Ja, dat zou wel een mooie vinden. Ja, ja. Ja, het is een mooi club. Ja. Het is een mooi club. Ja, zeker. Heren, even wat anders. 14 clubs krijgen 3 punten in mindering van de KNVB, van de licentie van de KNVB. Hoe denk je erover? Er is zoveel over gesproken. De ene termijn werd verlengd met de volgende termijn. Dan ging de ene in beroep, dan de volgende weer, enzovoort, enzovoort. AFC is nogal tekeer gegaan. Wat vinden jullie ervan? Tom Duchavigner maakt trouwens aan het eind van deze maand bekend wat hij gaat doen. Of hij blijft bij AFC of dat hij weggaat. Die heeft zich heel erg boos gemaakt. A, over die 3 punten, maar ook over het wereldje, het voetbalwereldje. Want, zegt hij... Er staat op ieder shirt tegenwoordig respect, maar we naaien elkaar. We doen niet anders. Vinden jullie daarvan? Vind jij daarvan? Ja, dat ben ik wel met hem eens. En het mooie is, degene die het initiatief genomen heeft om dat op de shirt te zetten, die naait de boel me wel het meest. En dan heb ik het natuurlijk over de bond. Er wordt constant met 2 maten gemeten. En dan heb ik niet eens qua betaalvoetbal of amateurvoetbal, maar zelfs in specifieke klassen, in unieke klassen wordt gewoon met 2 maten gemeten. Ja. En ja, wat dat betreft ben ik het helemaal met de Duchatinier ben ik het eens. Hij noemt het ook een hypocriet trainerswereldje, maar ik denk dat het eigenlijk een hypocriet voetbalwereldje is. Ja, dat denk ik ook. Tuurlijk kiest uiteindelijk iedereen voor zijn eigen hachje. Mm-hmm. Dat is niet alleen de voetbalwereld. Maar ja, hoe vaak hoor je niet dat spelers weer ergens op terug zijn gekomen of dat ze voor een happenkraf meer ergens anders gevoetbald, terwijl ze al een woord aan een andere club gegeven hadden. Nee, het is, ik ben dat wel met hem eens. Ja. Nou, die 3 punten in mindering brengen als gevolg van die veranderingen van die licentie, wat vinden jullie daarvan? Klopt dat nou of klopt dat nou niet? Nee, ik vind niet. Het gewoon heel raar. Dat klopt niet. En de clubs gaan ook die gaan naar de rechtbank. Die accepteren dat absoluut niet. En ik zou het ook niet accepteren. Maar dat Tom Duchatnier zei, we worden gewoon gedwongen om een betaald voetbalorganisatie te worden, een BVO. Ja, dat is toch raar. Die ze hebben allemaal in hun statuten staan dat ze amateur zijn en willen blijven. De KNVB die wil het verschil tussen het profvoetbal en het amateurvoetbal, daar willen ze een overgang in creëren. Nederland was het enige land waar het amateurvoetbal compleet afgescheiden. Precies afgescheiden was van het amateurvoetbal. Maar dit is niet de manier. Je dwingt nu clubs om hun statuten te veranderen, om begrotingen aan te gaan die uiteindelijk ook een aantal clubs, let maar op, dat is misschien nog niet nu, maar wel over een jaar of over 2 jaar uiteindelijk de kop gaat kosten. Ja. Heel veel clubs die hebben besloten om hun eerste elftal af te zonderen van hun eigen vereniging, dus van de jeugd en alles. Ik denk dat dit geen gezonde situatie is. Maar je krijgt natuurlijk ook ontzettend scheve gezichten met die voetballers zelf. De een wordt betaald, de ander niet. Ja. De een mag een koek gaan halen in de kantine, de andere krijgt geld. Natuurlijk, het is te heel vervelende situatie. Transfers. Ja. Ja. Alleen spelers met een contract die mogen in de winterperiode van club. Nou, er zijn er al wat gegaan, hè? Zo. Ja. Ja, absoluut. Sinds oktober wordt er trouwens gesproken over een andere competitie opzetten. Ja, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. En dat vind ik ook, dat moet dan in 2018 worden ingevoerd. Nou ja, er was een spreekverbod, maar natuurlijk gaat de directeur van de KNVB, Gijs de Jong, die gaat dat spreekverbod breken. En die komt in de NRC met allerlei oplossingen.
We moeten naar 16. En met 4 man of 6 man, 6 ploegen voor het kampioenschap gaan spelen. Ja. Yeah. Nederland is al 10 jaar geen topland meer. Hè? Dus het wordt hoog tijd dat er iets gaat gebeuren. Ja, de clubs gaan er in juni over stemmen. De kleine clubs willen het natuurlijk niet, want die krijgen geen geld, die krijgen minder geld. Precies. Dus dat, dan moet Eredivisie-directeur Jacco Zwart, die moet overal langs die clubs om ze om te krijgen. Maar dat moet hij zonder geld doen. Dus, maar als hij geen geld kan geven aan die kleinere clubs, dan zeggen ze toch allemaal nee. Ja. Dus het is een hele rare situatie. Zonder geld inkrimping bepleiten, het lukt absoluut niet. Nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En je kan mij ook niet vertellen, een van de argumenten die hij geeft, Gijs de Jong, dat hij de competitie spannender wil maken. Nou, volgens mij is het inmiddels al een jaar of 30 zo dat er in principe 3 clubs aan de leiding gaan. Ja. En de afgelopen 10 jaar was het jammer genoeg, want ondanks dat ik geen Feyenoorder ben, ik bedoel, ik vind het wel, die hoorden er gewoon bij. Mm. Maar je gaat mij niet vertellen, door de zwakste 2 clubs uit de competitie weg te halen, dat je daarmee de rest van de competitie sterker maakt. Kijk naar België, dat is ook, want dat nemen ze nu vaak als voorbeeld. Hè. Ik bedoel, die gaan aan het einde van het seizoen gaan die ook verder in een competitie voor de sector. Ja, al sinds 2009. Ja. En dan zegt de KNVB opeens dat België er vanaf wil. Maar dat blijkt dus een leugen te zijn. Nou jongens, waar zijn we mee bezig? Nu is het nieuwe voorstel, waar ze mee langs de clubs gaan. 18 clubs, maar wel een kampioenspool en een versterkte degradatie uit de Eredivisie. En dat maakt wellicht een grotere kans. Maar een versterkte degradatie? Wat bedoel je daar precies mee? Nou, dat er meer clubs uitgaan. Ik denk, ook wat dat betreft, je ziet al iedere club in Nederland die degradeert van de Eredivisie naar de Jupiler League. Die gaan financieel allemaal, die krijgen allemaal financiële klappen om hun oren. Ja. Dat is ook niet de oplossing. Dat is ook niet de oplossing. Nee. Ik ben sowieso geen fan hoor van Gijs de Jong. Ik vind het een opvolger van Bert van Oostveen. Goed, ik wil geen dictator noemen, maar het... Ja, het is niet verder. Het heeft er veel mee te maken. We schieten er niet veel mee. Ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat en hoe die clubs daar verder op gaan reageren. Zullen we het eens over leuke dingen hebben? Ja, vertel. Over het Cruijff-vijfje. Ja, dat... Wat vind jij ervan, Martijn? Ja, dat hoort toch? Ja, hè? Bij zo'n grootheid? Ja, hartstikke leuk. Dat is hartstikke leuk. Ja. Het leuke is ook dat het vijfje voor het eerst geslagen wordt op 20 september. Dat is de open dag dan van die Johan Cruijff Foundation. Wat heeft die een goede dingen gedaan? Zeg. Ongelooflijk. Ja. En dat is natuurlijk prachtig. Het is overigens een wettig betaalmiddel. Hè? Ja. Het is niet alleen maar om te sparen. Prachtig, hè? Ja, dat is heel erg leuk. Maar goed, dat ga je niet in de winkel terugvinden, hoor. Ik denk het ook. Ik denk dat er omgevochten gaat worden. Ja, dat zit er wel in. Dat denk dat is moeilijk te vinden zijn. Hé, en dan Ronald Koeman. Vier trainer van de maand, joh. Wat een topper. Ja. Is ook niet zo gek natuurlijk als je wint van Manchester City met 4-0. Nee, maar ik vind het niet alleen tactisch een sterke trainer. Ja. Maar hij is ook nog een soort van people's manager, hè, zoals je dat noemt. Hij heeft een aantal facetten die hem heel compleet maken. Ja. Southampton heeft hij 2 keer van gewonnen. Dat is zijn oude club. Ja. Maar daar deed hij het ook al voortreffelijk. Ja, absoluut. Maar dit is natuurlijk top, jongen. Manchester City 4-0. Ja. En dan, ik vind het echt klasse. Afgelopen weekend natuurlijk Lukaku. Ja. 4 keer. 4 keer. We komen allemaal uit Haarlem. Wat ik dan mooi vind, Maarten Stekelenburg, keeper van Everton. Speciaal gehaald door Koeman. Zit op de bank. En het is niet de eerste keer. Nee. Ik heb toch het idee dat er op de een of andere manier iets niet, ondanks het talent, want daar barst hij van. Ja, het is een geweldige keeper, joh. Iets klopt er niet helemaal. Doodzonde. Jammer ook dat hij niet bij Oranje getrokken is. Nee, maar dat is dan toch ook terecht? Ja. Ik bedoel, als je niet keept bij een club. Nee, maar ik ben gewoon niet goed. Maar Koeman, ik vind het een geweldige trainer. Hij was in september 2014 was die trainer van de maand. En ook in januari 2016. En nu dus voor de derde keer. Ongelooflijk. In de grootste competitie van de wereld, ja, zeg goed, maar. Prachtig. Toch? Ja, vind ik wel. Hartstikke leuk. Ja. Nou, jongens, de Champions League. Dat wordt ook een hele rare toestand. Want
Weet je waar ze in 2019 de finale gaan spelen? Ja, iets waar je niet gevonden wil worden. Nee. Niet doodgevonden ook, hè? In Baku. Weet je waar dat ligt? Heel ver weg en ja, ik ga er liever niet heen. Het is de hoofdstad van Azerbeidzjan. Ja, ik vind het heel fijn, maar mij zie je er niet. Ik geef je een kaartje voor de finale. Ja, heel graag. Ja. Ja, nee, voor mij hoeft het niet zo erg. Waarom zou hij daar in godsnaam voor gekozen? Hij heeft alleen maar te maken met geld. Geld, jongen. Die landen hebben ze zoveel geld. En dan, die gasten worden er alleen maar beter van. Tuurlijk. Ja. Dat is altijd het spel. Ja. Dat is wel jammer, hoor. Ja. Het pupillenvoetbal, daar wil ik heel kort eens even aandacht aan besteden. Er gaat erg veel veranderen in 2018. De kwartveldjes, 2 tegen 2, 4 tegen 4. We gaan volgende week proberen Frans Steijnman hier in de studio te krijgen. Frans Steijnman is mede-coördinator van de scheidsrechtsopleiding bij de Koninklijke AFC. Die weet erg veel van die indeling af, dus daar gaan we uitgebreid met hem over praten. Maar wat vinden jullie ervan, van die nieuwe opzet? Nou ja, we hebben in de vorige uitzending gesproken over het feit dat het meer geld gaat kosten voor de clubs. De clubs moeten meer vrijwilligers binnenhalen, moeten meer trainers hebben. En je krijgt het veldenprobleem. Dus ik denk dat we op vrijdagavond moeten gaan voetballen. Ja. Er is nu al een regel, die is trouwens gisteren is die bekend geworden, dat in het oosten van het land er moet worden uitgeweken, verplicht naar kunstgrasvelden als de gewone velden worden afgekeurd. Dus dat heeft ook al te maken met die te veel wedstrijden op zaterdag en zondag. Ja, ik weet het niet. Ik vond dat jammer, al die dingen, dat het zomaar weer werd gedeponeerd en de clubs het door de strot gedouwd kregen. Want zo, daar komt het eigenlijk op neer. Maar als ik nou mijn collega-trainers hoor, die op die avonden zijn geweest, die zijn allemaal wild enthousiast. En die zeggen, dit is inderdaad de redding voor het voetbal. Ja, dat hoorde ik ook, ja. Ik vraag me af, die velden worden natuurlijk veel kleiner. Dat is, het lijkt mij, om zo'n veld klein te maken, dan kun je techniek aanleren. Maar dat zijn dingen die in een training moeten plaatsvinden. Nou, dat gebeurt op een klein veld. Dat gebeurt al. Ja, okay, maar dan krijg je een wedstrijd op zo'n klein veld. Het lijkt net alsof elke wedstrijd ook een training wordt. En een ander probleem wat ik zie, is met name de nieuwe voetballertjes die binnenkomen. Die worden ontzettend gesponsord. Naar de overwinning geschreven door hun ouders. Nou, je weet zelf wat er nou allemaal op die velden gebeurt. Nu wordt de verantwoordelijkheid voor die wedstrijden wordt bij die ouders neergelegd. Bij AFC hebben we een scheidsrechteropleiding, waarbij we juist die eerstejaars C'tjes bij dat soort elftallen laten fluiten. Dat vervalt dus nu. En je laat alles over aan die ouders. Ik vind het juist heel erg leuk dat als je die jonge scheidsrechters hebt, dat ze ook dat soort wedstrijden gaan fluiten. En ook ouders terecht kunnen wijzen als ze weer eens een keer op een belachelijke wijze tekeer gaan. Dat valt nu allemaal weg. Hoe kun je dat nou oplossen? Want ik denk dat het moeilijk is. Ja. Dat valt niet op deze manier op te lossen. Er is nog wel een ander probleem dat erbij komt. Want je hebt in het voetbal bloemetjesplukkers. Ja. Groot contingent kinderen die zijn niet bij de wedstrijd en die zitten echt... Die komen nu op een klein veldje en dan valt het helemaal op. Dat is niet veel voetbal. Ja. Dus die gaan van de clubs af. Dus de clubs gaan leden verliezen. Ja. Ja. Nou ja, we kunnen hier nog lang en breed over praten. Nou, ik ben benieuwd naar volgende week met Frans Steijnman. Volgende week met Frans Steijnman gaan we er verder over praten. Ja. Jongens, hartstikke bedankt zover. Prima. En u graag tot de volgende keer weer. Tot volgende week. Tot ziens.